ik ben niet een extreme ontwerper. Dus ik wil echt overwogen beslissingen maken binnen mijn concept. Wat heel belangrijk is echt die technieken. Dus het werken met de hand, dat is heel waardevol, vind ik. En dat zijn ook waarden die verloren zijn gegaan. Nu in mode, alles is snel, snel, snel en veel geld. En ik wil dat juist heel erg die gevoeligheid ook terugbrengen in de collectie. Wat mij zo interesseert in mode zijn die tradities, dus echt die kleermakerstechnieken, het werken met de hand. Maar ook de pasvorm, hoe zit een jasje. En dat zijn eigenlijk wel echt de cornerstones geworden van mijn collectie. Dit is de opening look in mijn eindcollectie. Ja, het lijkt alsof die dus nu andersom ligt, maar dit is dus de voorkant. Ik wilde niet dat die traditie van een jas verloren ging. Ik wil daar iets aan toevoegen om een soort nieuw beeld neer te zetten. Het is eigenlijk gewoon nog steeds een jas, alleen er zit iets vreemds in. En dat wringt dat beeld voor mij en dat vind ik heel belangrijk. En ook als je het bekijkt naar alleen kleur, het vlak dat je creëert door een jas dicht te laten aan de voorkant is veel imposanter dan dat er een opening in zit. Dit is een grote inspiratiebron geweest, Michael Borremans. En het lijken dus hele oude beelden, maar het is erg recent. Dat klassieke gevoel was iets waar ik ook wel echt naar op zoek was. Dus ook het gebruik van kleur. En ik heb daar in mijn eigen collectie dan contrastkleuren tegenover gezet om dat beeld te vergroten. Maar die sobere klassieke kleuren die zie je zeker in zijn werk terugkomen. Dit om je oor. Nou ja, je ziet nu al dus die verschillende kleurlagen, die lichtere bruintint en dan eigenlijk die accentkleur die dichter op de huid zit. En dan nu komt het grootste kleurvak naar beneden. Nee, van voor is die. Oh. Ja. Dus eigenlijk de gradatie die loopt door in die jas weer. Ik wil gewoon wel verder leren. Ik heb wel het idee dat ik nog niet uitgeleerd ben. Al die verschillende aspecten die je ook hier op de academie leert, vind ik heel erg interessant. Die wil ik wel verder uitdiepen, zeg maar. Ik wil me niet echt vastpinnen op één ding. Ja, het is altijd wel overweldigend dan om... Je mag wat terugdraaien, hoor. Om dan zo het eindresultaat te zien. En zeker straks ook in die collectie. Dat is wel overweldigend, denk ik. Ja. Maar ik ben erg blij. Het is wat ik wil. Dus ja, ik ben tevreden.